Gefeliciteerd. Dank je. Ja. Wij zeiden net eigenlijk al, het team heeft gewonnen. Heb jij dat ook zo ervaren op het veld? Ja, zeker. Ik denk dat we eigenlijk echt goed als team hebben gespeeld en dat ook voelden in de wedstrijd. Afgelopen, ja, we hebben lang niet gespeeld, maar de wedstrijden daarvoor was het gewoon elke keer een beetje dat we eigenlijk gewoon de energie misten en het hele gevoel. En ik denk dat we dat goed hersteld hebben. Dat was er vanavond wel. Ja. Jongen, wat mij ook wel opvalt is, gewoon de vraag is eigenlijk, hoeveel blauwe plekken heb jij na een wedstrijd? Het valt reuze mee. Ja? Ik zal het niet geloven, maar. Ja, die vraag ziet zelf wel lekker uit. Die vraag heb ik ook vaak aan Chris gesteld, hoor. Dus dat weet ze ook. Ja. Nee, maar jij krijgt wel, wat Chris ook terecht zegt, je deelt ook een hoop uit. Ja. Maar je krijgt ook wel echt een hoop te verduren. Ja, verdient dan denk ik, als je het ook uitdeelt. Ja. Ja, dat is ook wel weer waar. Is het altijd wel een beetje in balans voor je gevoel? Ja. Je vindt zelf dat er vaak fouten op je worden gemaakt en dat je zelf geen fouten maakt, maar ja. Als ik eerlijk ben. Ik ben nog wel benieuwd ook naar één dingetje. Hoe zijn jullie van tevoren deze wedstrijd ingegaan? Of wat heeft Jeroen tegen jullie gezegd? Wat hebben jullie tegen elkaar gezegd? Omdat je weet, we hebben mindere rotatie. Ja. Hoe hebben jullie jezelf voorbereid? Sowieso dat we eigenlijk met scheid gaan spelen. Dus gewoon volle bak ervoor gaan. Iedereen gaat spelen. Iedereen is even belangrijk. En ook omdat we een kleine rotatie hebben. Kijk, twee speels van dames 2 die meedoen, dat is al helemaal top. Maar gewoon, die gaan ook lekker hun ding doen en niet angstig zijn. Gewoon allemaal ervoor gaan, veel energie. Eigenlijk zoals we kunnen spelen, maar het de afgelopen tijd niet echt hebben laten zien, denk ik. Dus ja, dat denk ik gewoon. Okay. Je noemt ze net al eventjes, hè? Je krijgt midden in het seizoen eigenlijk twee speelsters die net 1 of 2 keer met jullie hebben meegetraind. Ja. Die er dan in 1 keer bij komen, is dat dan schakelen of gaat dat eigenlijk gelijk als een raket? Nou, ik moet zeggen, het was echt beter dan verwacht. Ja, het is echt eigenlijk heel positief, maar het is schakelen omdat je hebt natuurlijk het hele halve seizoen getraind op plays, hoe je met elkaar speelt, elkaar aanvoelen. En ik heb eigenlijk met de 2 meiden die nu meedoen nog nooit samen gespeeld. Dat is dan een soort van schakelen, maar eigenlijk passen ze er super goed bij. Ze spelen gewoon, ze gaan ervoor en dan is dat fijn. Kijk, als je mensen mee moet trekken, dan is het misschien lastig omdat je dat eerst niet gewend bent, maar nee. Nu niet gewacht. En dan dinsdag naar Almelo. Ja. Dat is ook eigenlijk weer zo'n potje waar je misschien niet helemaal op zit te wachten, of wel? Het is wat stressen, maar een bekercompetitie is ook heel leuk en dat we die uit moeten spelen, ja. Ja, dat is een beetje jammer. Maar, trainen jullie maandag nou nog dan? Nee, dat was in eerste instantie wel, toen de wedstrijd nog niet gezet was, wel de bedoeling. Maar omdat we dus al een redelijk kleine rotatie hebben en een hoop blessures. En was een dagje extra beter, rust misschien beter. Ja, want hebben jullie al überhaupt al iets gezien van uitsmijters? Of, Nee, ik weet ook eigenlijk niet of er überhaupt beelden worden gemaakt. Maar ik denk niet dat wij die tot onze beschikking hebben. En hun hebben ook weinig gespeeld dit seizoen. Dus ja. Geen idee. Nee. We kunnen in de app kijken wie een beetje de topscorers zijn, maar dat is het ook wel een beetje, denk ik. Ja. Nou, we gaan in ieder geval weer opmaken voor dinsdag. In ieder geval wel een belangrijke wedstrijd. Als je die wint, dan sta je in de halve finale. Ja. En die halve finale die is dan tegen of Lokomotief of Den Helder Suns. Ja. Dus dat is ook wel weer een mooi potje. Ja, zeker. Gaan we weer voor. Jules, dankjewel. Ja.